We staan hier aan de Voorstraat 14 Anton in Spijkenisse. En achter mij het huis en de winkel van de familie Levy. 5 leden van de familie die in 1942 op 28 oktober zijn afgevoerd en nooit meer zijn teruggekomen. Zoon en vader, Sally en Charles, en 3 vrouwen. Inwonende tante Adriana, Ellie van 10 jaar en Mina, de moeder van Charles, Ellie, zijn ergens in Midden-Europa om het leven gebracht. Zij hebben zich letterlijk en figuurlijk dood moeten werken voor de Duitse bezetter, voor de nazi's. En waarvoor staan we hier in Spijkenisse? Het gaat om Max, de hond, trouwe hond. Die was erbij toen de hele familie werd afgevoerd. Via loods 24, Westerbork, naar Sobibor, Auschwitz. En daar zijn de dames direct bij aankomst vergast. Verschrikkelijke gebeurtenis. En dat speelt 80 jaar na dato nog steeds. Door de hoofden van de oude Spijkenissenaren. En eigenlijk van een ieder. Want 102.000, meer dan 102.000 Joodse medeburgers zijn in die periode afgevoerd. En grotendeels om het leven gebracht. En Max, de hond, lag hier te wachten tot zijn baasjes terug zouden komen. Maar ze kwamen niet meer terug. Nooit meer. En Max is het symbool geworden van verdrukking, maar ook van verzet, van overleving en van dood. Max, de trouwe herdershond die hier lag te wachten, komt terug. Op 27 oktober van dit jaar ligt Max hier wederom te wachten. En we gaan praten met Tineke Nussink, de beeldhouwer die Max tot leven gaat brengen. Gaat u mee? We staan hier bij Moore. En Moore is een beetje het zusje van Murray's. En dat is een Irish pub hier in de Spuistraat in Spijkenisse. En hier gaat het gebeuren. Dit jaar. Het is nu januari, 14 januari 2022. En op 27 oktober van dit jaar moet Max worden geboren. Een lange draagtijd. Er wordt hard gewerkt door Tineke en door heel veel anderen. En hier gaat het dus gebeuren. Dit is de ruimte waar Max tot leven gaat komen. Naast mij Tineke Nussink, de beeldende kunstenaar. En aan jou niet alleen de eer en de opdracht en de verzoek, maar ook de wens om van dit blok een Max te maken. Ja. Dat lijkt me nogal wat. Dit blok is beschikbaar gesteld door de eigenaar van de creatieve fabriek, nu nog in Maassluis, maar ze gaan verhuizen naar Tilburg. En dit blok is de basis voor het beeld Max. Dit is EPS, een soort polystyreenschuim. En daar ga ik een vorm uitsnijden. En op die vorm ga ik daarna boetseren. En dat doe je met was? Dat is de bedoeling dat ik dat met was ga doen, ja. En even ook voor de kijkers. Dan hebben we een wassen Max. De hond, waar we het zojuist al over hebben gehad. Maar die moet dan gegoten worden. Heel kort, hoe gaat dat? Nou, dan brengen we dus het wasmodel, zo noemen wij dat. Dat brengen we zo helemaal compleet naar de bronsgieterij.
Die gaat daar een rubbervorm op maken met steunkappen. Dan gaat dat open en dan komt eigenlijk het origineel eruit. En dan heb je dus een holle negatieve vorm. En in die negatieve vorm komt een laag was van ongeveer een centimeter. En dat gaat in een blok met gips en gravel. Eerst gaan ze er nog een aangietkanaal en ontluchtingskanalen aanzetten. En dat blok dat gaat dan in een uitstookoven. Dat wordt verwarmd tot 600 graden. Dan loopt de was eruit en dan heb je dus eigenlijk een loze ruimte tussen de buitenmal en de binnenmal. En wanneer komt er brons om de hoek kijken? Als de was uit die vorm gelopen is en dan is dat blok nog enigszins warm. De volgende stap is dat dus de bronsoven al verhit is tot 1100 graden en dat de brons vloeibaar is. En dat wordt dan in dat blok gegoten. Dan moet dat een dag afkoelen. En dan gaan ze dus de buitenmal, die wordt vernietigd, die gaan ze eraf hakken. En dan heb je dus een ruwe bronsvorm. En dat moet natuurlijk helemaal fijn geslepen worden. Daar ben je ook heel lang mee bezig. Alleen al het verhaal van EPS tot aan de oven. Grote oven moet dat ook zijn. 1100 graden. En dat Max daar in ruwe vorm uiteindelijk uitkomt. Althans gegoten wordt. Dat is al een heel verhaal. Ja. Hoe lang ben je dan hiermee bezig? Het is 14 januari 2022. Wanneer ben je klaar? Nou, de bedoeling is dus dat het hele project, dus het maken en het invormen en het gieten, dat dit jaar, zeg maar half oktober, klaar is. Want eind oktober zou het beeld onthuld moeten worden.